Yo mensen, tof dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan we het eigenlijk een beetje hebben over mijn kanaal. Want mijn kanaal is al de laatste tijd al heel goed bezig. En daar ben ik al echt echt al super blij om en zo. En ik ben er gewoon echt blij om. Want de laatste tijd hier op mijn kanaal zijn mijn likes hoger aan het gaan. Mijn abonnees zijn wat hoger aan het gaan. En ik krijg al veel betere commentaar van van mijn kijkers zelf. Van kijkers die ik nog niet ken. Nieuwe kijkers die al op mij gesubt zijn. En dat is echt gewoon echt. Ik vind dat geweldig. Want mijn kanaal heeft nog nooit zo goed gedraaid. En omdat mijn kanaal nu zo goed draait, ben ik er echt gewoon super blij om. Ik heb me niks anders voorgesteld. Ik dacht dat ik nooit zo ver zal geraken. Maar ik ben al redelijk ver geraakt met mijn kanaal. En daar ben ik echt blij om. Ik heb ook al meer likes, heb ik ook al gezegd. Dat is echt gewoon geweldig voor mij. Ik wil ook alle mensen bedanken die tot nu toe al hebben meegedaan in mijn video's. Ja, dat zijn maar niet zoveel mensen. Dat zijn meestal Milo en Jari. Maar die wil ik al heel hard echt bedanken. Die hebben meegedaan in mijn video. Ik ben er echt al fucking blij om. Want dat zijn echt twee goede vrienden van mij. Ze willen mij met zoveel mogelijk helpen. Soms een keer ruzie. Maar dat hoort zo bij vriendschap. En ik heb ook al een paar kijkers die al heel lang, al vanaf het begin van naar mijn kanaal kijken. Vanaf het begin dat ik begonnen ben, zijn er al een paar kijkers die van het begin ook al naar mij aan het kijken zijn. En dat is echt gewoon geweldig. Ik wil die kijkers ook al hard bedanken dat jullie nog steeds naar mijn video's kijken, mijn video's liken. Want dat doet enorm veel goed. Dat doet echt goed van binnen. Want ik dacht, ik zal weinig abonnees krijgen, ik zal haat krijgen en zo. Omdat ik ook niet echt zo goed ben in gamen. En al die dingen, jullie kennen het wel. Want jullie weten, voor jullie doe ik echt heel hard mijn best voor mijn kanaal goed te laten draaien. Mijn best te doen in games, speciaal voor jullie. Bijvoorbeeld als ik FIFA speel, probeer ik niet te verliezen en zo. Ik doe echt, voor jullie doe ik heel hard mijn best. Ik doe ook voor jullie specialere dingen dat ik normaal niet zou doen. Zoals melk met cola drinken. Ik zal normaal, als ik niet aan YouTube ben begonnen, zal ik dat nooit gedaan hebben. Maar omdat ik YouTube begonnen ben en omdat dat plezant is om te doen. En omdat ik weet dat sommigen van jullie graag naar zulke video's kijken. Dan doe ik dat eigenlijk ook gewoon speciaal voor jullie, zodat jullie het leuk zouden vinden. Want ik wil ook niet dat mijn kijkers, dus jullie, teleurgesteld zijn over mij. En ik weet, misschien zijn sommige kijkers teleurgesteld omdat mijn 5 uur livestream video nog altijd niet online is gekomen. Ik weet het echt waar, duizendmaal sorry. Maar ik weet, de ene keer is Jari niet online, de andere keer is Milan er niet. En dan moet bijvoorbeeld Milan of Jari midden in de video weg. Dat is ook allemaal moeilijk voor mij. Want ik zou het graag met hun doen, dat is veel leuker. En ik heb ook al ARK-video's gemaakt, al een paar ARK-video's. Maar ik had echt niet verwacht dat mijn ARK-video's zo goed ontvangen zouden zijn. En ik heb nog niet zo lang geleden, een paar uur geleden, heb ik nog een video van GTA online opgezet. Op mijn kanaal upload. En ik heb daar al leuke reacties op gekregen. En dat doet echt goed. Ik heb van YouTubers of mensen die ik niet ken. En die schrijven zo een leuke. Ik ken ook niet al mijn kijkers. Maar ik bedoel, kijkers die ik nog nooit. Nog nooit naar mijn kanaal hebben gekeken. Of dat de eerste keer. Of waar ik nog nooit op mijn video's heb gehoord. En dat doet me echt. Dat doet echt goed van binnen. Dat heeft me een gevoel dat ik echt goed ben met YouTube. En dat ik echt moet doorgaan. Blijven moet doorgaan met YouTube. En dat is gewoon geweldig. En sorry mensen. Sorry dat ik eventjes niet uit mijn woorden kom. Of dat ik iets verkeerd zeg. Maar dat is omdat ik een beetje,
ik weet niet wat ik heb, een beetje stress denk ik of zo, maar soms raak ik niet uit mijn woorden en daarom sorry. Maar ik leer ook, ik leer veel meer bij voor YouTube, omdat ik veel naar grote, niet echt grote YouTubers kijk, maar ik kijk naar mijn favoriete YouTubers, zoals Castiop, Chromotech, Gamineer, Unagis en zo. Ik kijk allemaal naar die YouTubers en daarvan leer ik ook echt heel veel bij. Dat geeft me tips en zo, hoe dat ik moet editen en daardoor kan ik al wat meer van YouTube en zo. Dus daar, ja, dat helpt me gewoon. Ja, ik leer gewoon van deze YouTubers. Dus ja, ik ben daar gewoon echt blij om dat mijn kanaal zo goed draait de laatste tijd. Maar ik ga hier de video ook bij afsluiten. Vonden jullie het een leuke video? Geef dan vast een blauw duimpje omhoog. Druk je zeker beneden op dat benedenknop als jullie meer willen zien of als je nieuw bent. En ja, sorry dat het maar een korte video is. Maar toch bedankt om te kijken. En dan zie ik je graag later bij een volgende video. Ciao mensen.